Nou, hier is het begonnen, 20 jaar geleden, in het toenmalige mausoleum. Ja, er was een noodzaak omdat het onroerend goed een steeds belangrijke rol speelt in de Nederlandse samenleving. En buiten de makelaarsopleiding van de MVM en een kortere opleiding van de NEPROM voor projectontwikkelaars, was er eigenlijk niks specifieks voor de onroerend goedsector. Het was echt het pioniersjaar. Toen lagen we maar een week voor op de studenten. En soms op de collegedag zelf moesten we nog het een en ander bijsturen. Maar uiteindelijk waren die pioniersjaren waren ook de leukste jaren. Ja, we hebben op diezelfde dag dat die studenten begonnen, is er natuurlijk na de eerste twee colleges is er een goede borrel gedronken. Voordat het avondcollege begon. Konden jullie dan nog les geven op dat moment? Voor de avond hadden we andere docenten. En toen we naar de Parooltoren verhuisden, hebben we als eerste een klein barretje gemaakt. Die bar is een van de belangrijkste punten van de opleiding. Nou, de oude Parooltoren, die zou gesloopt worden in 2006, maar die staat er nog. En zelfs het oude barretje wat we hebben gemaakt, een oude collegezaal. Het is er allemaal nog en ik hoor net dat het nog de komende 10 jaar zal blijven staan. En waarschijnlijk ook de bar waar heel veel vurige discussies gevoerd zijn door MRE-studenten. Vooral de ligging aan het ei, het water trekt. Als iedereen die binnenkomt lopen, die loopt bij een pal langs de balie heen richting de bar aan het water. Dat is een achtste magneet. En nog steeds moeten we de nodige moeite doen om mensen van de bar weer in de collegezalen te krijgen na de pauze. Het leukste cadeau was een vitrinekast die we van de eerste jaargang gekregen hebben. En zij daagden daarmee alle jaargangen na hun uit om iets te geven wat in die vitrinekast kon plaatsen. En alle jaargangen daarna hebben gezegd, wij geven een cadeau wat niet in die vitrinekast past. En een van de leukste die daaruit voortgekomen is de grote scheepsbel die nog steeds elke dag intensief gebruikt wordt.